Hoi, superleuk in deze nieuwe video. Ik ben Tismellen en vandaag ga ik een eigen knuffel maken. Het is 9:30 's avonds. Vraag me niet waarom ik dit doe. Ik heb zo'n fussies set en als ik op de achterkant kijk, moet ik gewoon iets van wol zo erin doen. Het nat sprayen en dan gewoon in de wasmachine doen bij andere kleding of zo. Dus we gaan hem openmaken. Ik heb hem eigenlijk al overgemaakt, maar ik moet hem wel nog gewoon zo openmaken. En dan haal ik een achterkant eruit. En nu komt er heel veel uit. Iets van bruin wol, witte knoopjes en een instructieboekje, wit wol en zo'n fles spuitachtig ding. Dus laten we beginnen. Hier staat hoeveel fluff je moet gebruiken en daar moet dan het zwarte pinnetje in voor de neus. Ik heb hier fluff gepakt, maar zoals je kan zien is het nog veel te veel. Dus we moeten eraan zorgen dat het binnen dit vormpje past. Of wat ook kan, is gewoon gelijk hier in het mannetje doen. Ik heb hier even een soort van waterfles ding gemaakt. Want we moeten hem alvast gaan vastzetten, dat gedeelte. Oké, ik heb er wat water op gespoten en nu gaan we het een beetje plat drukken. Want hier moeten daar nog ogen en zo kunnen. Het is trouwens de bedoeling, zie ik nu, dat het zwarte stuk waar hij aan zit te zien is aan de achterkant. En dan gaan we de ogen maken. En hier hebben we zo'n heel handig Justesma's fluff stukje voor. En je raadt het al, maar ook deze leggen we hier gewoon zo erin. En die gaan we dan vastmaken. Nu moeten we deze triangle erin zetten, zeg maar gewoon. Zo zodat hij precies op de ogen en de neus komt. Qua waar die zwarte punten zitten. We moeten op elk zwart oog zo'n ding zetten met de pollenkant naar boven en op de mond ook. Om zeker van te zijn dat het niet los gaat. Nu moeten we met witte fluff alles tot aan dat buikje gaan vullen en steeds goed setje aandrukken en nat maken. En nu moeten we het lichaam gewoon opvullen met bruine wol. En dit sprayen we nu weer met water. Ik heb het fout gedaan. Tussendoor hadden we nog deze pompons gemoeten. Overigens is het wel de bedoeling dat je gewoon alvast een klein laagje doet. Hierin de pompons. En nu klopt hij wel, dus nu moeten we hem echt daadwerkelijk gaan nat spuiten. We pakken de achterkant en leggen deze even op. En nu drukken we al deze pinnetjes door ieder gaatje en maken we hem aan de andere kant, aan de voorkant, vast. Ik heb hem opnieuw nat gespoten en nu ga ik de rest ook vastmaken. Thank you.
Die kan de wasmachine. Oké, het is wel een paar dagen later. Mijn moeder heeft hem een keer gewassen. Het moet officieel 2 keer. Maar er zijn al een paar van die clipjes losgeschoten in de was. Dus ik ga alvast kijken hoe hij is. En anders kan ik hem altijd nog 2 keer doen. Clipjes loshalen. Yay, wat een feest. Laatste. En nu kunnen we deze er aftrekken. Het ziet er op zich best oké uit. Het is ook vrij dik en hard gewoon. Ik ga hem omkeren. En kijken of het eruit wil komen. Ja, dat wil het. Nu moeten we deze naar binnen trekken, zodat die erin blijven. Maar dat doe ik liever even buiten de camera om. Nu kunnen we hem nog afhalen. Dit is het knoffeltje op dit moment, maar we moeten de randen nog gaan afknippen, zodat hij gewoon netjes wordt. Oké, ik heb een schaar, dus we kunnen de knuffel gaan bijknippen. Nou, veel beter dan dit krijg ik hem niet geknipt. Dus dan is dit het eindresultaat. Als je het heel leuk vindt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook op het belletje naast de abonneerknop. Zodat je nooit meer een melding hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten of jullie zijn nog mailtje op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei!